Elk fort van de Stelling van Amsterdam heeft zo zijn eigen gebruik. Sommige worden leeggelaten en verwaarloosd op den duur. Andere zijn opgeknapt en hebben een nieuwe bestemming gekregen. Dat begon 8 jaar geleden, 1999. Toen fietste ik langs het fort en het was helemaal een droevige toestand. Het was verlaten en verwaarloosd. En toen dacht ik, ja, dit is dé plek waar je iets met kunst zou kunnen doen. Het plan was om het fort te restaureren. Daar is een groot bedrag voor nodig. We hebben een begroting gemaakt. De begroting kwam erop neer dat we ongeveer 3,2 miljoen euro moesten investeren om en het fort te restaureren, om de genieloods te restaureren en de hele omgeving aan te pakken, want alles moesten we zelf doen. Die 3,2 miljoen die konden we niet krijgen van de provincie. Zij waren bereid om de helft te investeren, dat is 1,6 miljoen. En wij moesten dus zelf 1,6 miljoen ophoesten. Toen hebben we bedacht om hier atelierwoningen te bouwen. Het zijn houten huizen, dat past goed bij de Stelling van Amsterdam. Want in de Kringenwet mocht je alleen maar houten huizen bouwen. Deze houten huizen hebben we dus verkocht. En die hebben 1,6 miljoen euro opgebracht. En die 1,6 miljoen euro die hebben we dus volledig besteed in het totale restauratieplan van het fort. Maar we moesten ook 10 jaar lang garanderen dat het geëxporteerd kon worden. En die exploitatie, die halen we nu uit het restaurant en die betalen pacht. Dus hoe meer mensen komen eten, hoe meer pacht. En we hebben een aantal ateliers en die ateliers die verhuren wij. En ook die huuropbrengst, die zorgt ervoor dat we eigenlijk voor een jaar lang, elk jaar genoeg inkomsten hebben om het hele beheer te kunnen betalen. Dus daarmee is ook de hele exploitatie verzekerd. Ik ben geboren en getogen aan de westkant van Haarlem, aan de voet van de duinen. En ik liep de straat uit en daar speelde ik in de duinen, in de bunkers die er waren van de Atlantikwal. En als klein jongetje, ja, daar speelde je dan soldaatje en dergelijke. En later is die liefde voor dat beton en de forten en dergelijke is wat uitgebreid. Door ook andere linies en forten binnen Nederland en daarbuiten te bezoeken. Er zijn niet zo heel veel jobs waar je zo'n afwisselende baan hebt. Soms ben ik de tuinman, soms ben ik de postbode, soms ben ik de schilder. Dus het was eigenlijk een soort jongensdroom voor mij om op een fort te mogen werken en dan ook nog een leuke functie te kunnen vervullen binnen dat fort. En die is uitgekomen en ik ben sinds een jaar of 2 ben ik fortwachter van Fort bij Vijfhuizen.